Hallo, welkom bij reisvlog nummer 77. Ja, we wilden eigenlijk mooi hier bij het uitzicht gaan staan. En het begon net te regenen. Dus we doen de hello, de welkom, eventjes toch nog onder de luifel. Ja. Je hoort de regen misschien ook wel. Ja, misschien hoor je het wel, ja. Vanuit Normandië, welkom. La France bij deze reisvlog die over Nederland gaat. Ja. Renesse zit er nog in. Hè? Vorige week hebben jullie kunnen zien dat we daar aankwamen. En Misty wordt geopereerd. In Renesse. Zierikzee. Dus dat zal je ook zien. Constant at sea zijn we geweest. Ja. Ik iets meer dan jij. Jij heel veel meer dan ik. En we moeten even kijken wat we nog daarvan mogen laten zien. Dus dat ga je zo zien. Amersfoort zijn we geweest. We hebben niks gefilmd. En Luxem. Nee, zo jammer dat we dat niet gefilmd hebben. Ja, want we hebben ook heel lang in Amersfoort gewoond. Ja. En gestudeerd. En daarna Luxem. Emmen. En dat dus was hem weer. Dat zit erin, dat was hem weer. Ja. En jij hebt volgens mij wat leuks te vertellen. Oh ja? Ja. Oh ja. Ja, ja, we hebben een reisgids gemaakt over het rijden met de caravan door Albanië. Ja. Dus we kregen daar best wel veel vragen over. Dus ik dacht van, misschien is het goed om daar een gidsje van te maken. Met informatie over de route die we gereden hebben, wat we bekeken hebben, hoe het is om met de caravan daar te rijden, waar je op moet letten, de route. Links naar onze blog en vlogs en zo. Dus, de maar kaart dat heeft ook. Rudolf allemaal gedaan hoor. Hij zegt wel wij, maar hij heeft het allemaal gedaan. Het is een digitale reisgids. Digitale reisgids. En hij is dan een PDF of een EPUB. Verkrijgbaar met linkjes ook naar Google Maps, De route en bezienswaardigheden. Wanneer komt die online? Ik hoop volgende week. Ik probeer uiterlijk volgende week vrijdag dat die online is. Oké. Ja. Nou, daar houden op onze website. Op de website. www.caravantolive.nl. Oké. Nou, dan voor nu. Heel veel kijkplezier. Oh ja, heel veel kijkplezier. Zo, het is vandaag dinsdag. Dag verder. Ik loop nu een andere route richting het strand vanaf de camping. Zodat we hopelijk niet over trappetjes hoeven. En dat Misty dan ook gewoon naar het strand kan. Ik had gelezen dat voor 10 uur 's ochtends honden nog los op het strand mogen. En na 10 uur niet meer. Nou, eens even kijken hoe het gaat, ook met haar oor, of ze wel los kan. Maar we zijn bij het strand bijna in ieder geval. Nou, we zijn weer op het strand. Het is een paar weken geleden. Maar we zijn er weer. Ze kan nog even los. Te veel met honden. Ze kan niet spelen, dat scheelt. Maar ze gaat er natuurlijk niet in. Ze gaat het water toch niet zomaar in. Zoals ik al zei, met Misty naar de dierenarts geweest voor het bloedoor. Dat is voor de tweede keer geprikt. Het was al een keer geprikt. En we hebben er nu even wat verband omheen gedaan. Zodat het oor even wat kan stelpen. En dan kunnen we donderdag weer terug. En dan wordt ze geopereerd. Hè? Dus ze vindt het heel leuk. Hè, Misty? Ja, fantastisch hè? Ja. Helemaal top dit. Zo, het is vandaag woensdag en we zitten weer eens op de fiets. We zijn net de camping af en we gaan even richting de Brouwersdam. Want daar is Constant at Sea dit weekend en daar hebben we ook kaartjes voor. En we gaan nu even kijken hoe we daar naartoe kunnen fietsen. Het is 4 kilometer, een klein stukje. Dan zijn we alvast een beetje voorbereid. Dus
Vandaag. We zijn dus nu in Rennes in het centrum. Hierachter is de kerk. En op dit plein, zeg maar, waar de markt een beetje staat en het grasveld en daarachter tussen die huizen. Hier heb ik 30 jaar geleden een karaoke show gepresenteerd voor alle toeristen in Rennes. Midden in de zomer. Ik weet niet hoeveel mensen er waren. Het staat helemaal vol met mensen met een podium. Volgens mij stond het podium daar ergens. Maar dat is alweer 30 jaar geleden. En het was trouwens voor Recreatiewerk Zuid-Nederland. Bestaat ondertussen niet meer. Volgens mij is het nu de animatiecompagnie geworden. Maar dat was wel hartstikke gaaf, dat was voor mijn opleiding. Het is leuk om te doen, mooie ervaring. En nog steeds niet vergeten. Nou, we zijn er. We hebben een half uur in de rij gestaan, denk ik. We wilden er om 3 uur zijn voor Kufferwetsie. Nou, die gaan we maar de helft van zien, denk ik. Maar we zijn in ieder geval, we hebben een bandje. Dus we kunnen genieten van Kufferwetsie. Maar we moeten zo weer terug Misty ophalen, want die is bij de dierenarts. Die kunnen we na 5 uur ophalen. Dus we moeten nog snel even hier naartoe. Thank you.
Nou, deze dame is geopereerd gisteren. Volledig onder narcose voor een bloedoor dus. En nu moet ze 10 dagen deze kap op. De oor zit nu nog in een verband. Maar ze klappert de hele tijd. Dus het is de vraag of dat goed houdt. Tot nu toe gaat het aardig. En morgen moeten we even naar de dierenarts weer om te kijken naar de hechtingen. Maar ze vinden het niet leuk. Het is voor het eerst dat we nu even een stukje wandelen. Het is vandaag vrijdag. Zeeland geweest en we gaan Zeeland uit in de file. Want daar dachten er meer mensen. En daar dachten er meer. Maar dat klopt ook wel. Consulatie is geweest. En dan, ja, nu zie je het, de file natuurlijk niet. Maar dan gaat ook al die duizenden mensen gaan weer Zeeland uit via de gewone N-wegen. Maar anders, eigenlijk zouden we pas maandag weggaan, morgen dus. Maar omdat we een verrassingsfeest hebben van Mirjam vanmiddag in Amersfoort, Hoogland, gaan we vandaag al weg. Extra vroeg opgestaan. Valt mee, hè? Te laat, we staan in de file. Te laat, want we staan in de file, ja. Maar goed, het is niet anders. Oh ja, en de A20 is dicht en de A12 is dicht. Dus we gaan via de zuidkant. Dat zal de A59 zijn en niet de A15, want er staat ook al file. En dan via de A27 omhoog. Dus het is een lekkere puzzel in Nederland. We zijn ondertussen alweer een ruime week verder na de operatie van Misty. En kap is af, de muts is af. En ja, ze kan weer zonder hulpmiddelen om haar oor, zeg maar, wandelen. Maar ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Ik hoop dat ik het mag filmen. Kijk, dit is de buitenkant van het oor met allemaal hechtingen erin. En die moeten we dus laten zitten. Die gaan er vanzelf uit. En dan gaat de boel helen, zeg maar. Ik weet niet, ja, de binnenkant. Nee, laten we dat maar niet laten zien. Maar goed, ze is weer een beetje bij. De eerste week was ze wat duffig. En wilde niet veel wandelen, veel slapen. Misschien ook door de kap. Maar sinds die kap en muts af is,
is ze ook wat fitter. Dus misschien heeft dat ook meegeholpen. Maar het gaat weer goed met haar in ieder geval. Nou, we gaan een klusje doen vandaag. We gaan op de caravan kijken. Die is groen, dat heb ik al gezien, een beetje groen. Dus die gaan we even schoonmaken. Er liggen ook wat takken op. Want die is vanaf november vorig jaar niet meer schoongemaakt. Tak. En dan gaan we foto's maken van de zonnepanelen. Want eind deze maand moet ik een blog inleveren weer voor de Passar, de Belgische magazine. Want dan komen we op de nieuwsbrief van hun met een blog over het gebruik van zonnepanelen op de caravan. En laten we die nou net hebben. Dus dan kunnen we daar wat mooi over schrijven. En dan willen ze een foto van. Dus vandaar. Maar ja, dan moet die er wel een beetje mooi op staan natuurlijk. Dus ik ga even wat poetswerk doen. Ik ben op het dak. En dit heb ik al een beetje gepoetst. En de achter kun je al zien, is wat groenig. Valt nog mee. Het zonnepaneel is ook niet helemaal schoon. Ga ik even schoonmaken. En er ligt ook nog een tak op het dak. En daarachter ligt ook nog een tak, dus die kunnen we ook mooi afhalen. Dus soms is het goed dat je even gaat kijken, maar ik heb niet altijd een ladder bij me. En op deze camping kon ik er eentje lenen, dus dat maakt het weer een stuk makkelijker, zeg maar. Ik ga weer verder. Even wachten, meisje. Zo, bijna vergeten te filmen, maar we hebben heel gevaarlijk zijn we te werk gegaan. Om foto's te maken van het dak hoog, van de zonnepanelen. Maar die trap heeft Lianne goed vastgehouden hoor, dus het was verder wel veilig. Maar het is goed gegaan in ieder geval en de foto's zijn gelukt. Zo ziet het dak er dus uit als je een beetje schoonmaakt. Nou, hij glimt alweer aardig. De paneeltjes zijn wat schoner. Als het goed is vangen we nu ook meer zon. Nou. En morgen gaat het regenen. Dus daar hebben we veel aan. Ja. Hartstikke goed. Maar de foto's zijn klaar. Dat was de bedoeling. En het dak ziet er weer netjes uit. Takken eraf. Dus we kunnen weer eventjes vooruit. Hallo. Het is vandaag maandag. En morgen gaan we door naar Frankrijk. Even naar de ANWB. Maar ik ben ook in het centrum van Emmen. En volgens mij hebben we dat nog nooit gefilmd. Dus ik dacht... laat ik dat even filmen. Het nieuwe dierentuin Wildlands en het plein ervoor. Hartstikke mooi geworden. Staat al een paar jaar. Maar voor degene die nog niet in Emmen is geweest, kijk maar even mee. Dit is de entree. Hier heb je theater. Er zit hier een groot plein voor. Als we ook voetbal hebben gekeken. Maar het is toch mooi. Nou, Lianne, doe eens een rondleiding. Op een minicamping. Bij deze minicamping Loeksham. En deze camping ligt vlak bij Emmen en Nieuw-Amsterdam. Heel centraal om alle leuke dorpjes hier in de omgeving in Zuidoost-Drenthe te bezoeken. En als ik het beeld omdraai, zie je daar al twee ooievaars. En in de verte zie je het begin van Emmen. Emmen is maar 4-5 kilometer fietsen. Dus heel goed te doen. Open! Ja, de minicamping is volgens mij geopend van eind april tot eind september, half september. Maar daarvoor kan je natuurlijk ook even op de website kijken. En hier ga je de camping op. En nadat je je caravan hebt weggezet, kan je aan de linkerkant je auto parkeren. Receptie, rechtsaf. Dus laten we daar naartoe gaan. Nou, onder de bomen door loop je hier zo naar een hele grote schuur. En daar met ook een lekker terras daar, waar je ook kan zitten. Oeh, het beeld. Yes. Kijk. Daar is de receptie.
En er zit een bel aan de rechterkant. Daar kan je op bellen. Dan komen ze er naartoe. En verder in deze grote schuur kan je heerlijk zitten, koffie of thee drinken. Uiteraard staan er wat boekjes. Maar je kan hier dus droog binnen zitten. Nou, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dit is de kaart van Zuidoost-Drenthe. En Loeks Ham zit dus hier. Nou, hier zit Emmen met onder andere dierentuin. Hier heb je het Vincent van Goghuis. Ermenstrand, een grote waterplas trouwens hier ook. Het Park Zandoer. Het Veenpark. Smalspoormuseum. Plopsaland. Eigenlijk, ja, hier heel veel groen van Drenthe. Je kan vanaf hier heel centraal een aantal dingen bezoeken. Als je de receptie uitloopt, heb je hier gelijk aan de rechterkant een klein tentenveld. En ook een soort bloementuin, wilde bloemen. En je kan hier binnendoor, nou dat kan ik natuurlijk niet zo goed laten zien. Maar daar kan je ook al naar het sanitair toe. Maar wij lopen er even omheen. Als je deze weg afrijdt, en het is niet zo'n lange weg hoor. Dan kom je al bij de camping uit. En je ziet dat wij daar helemaal achterin al staan. Ik zal eens even kijken of ik een beetje kan inzoomen. Daar staan wij dus. En deze. En dat is eigenlijk al de camping. En dit is echt leuk hoor. Op deze camping heb je heel veel hortensia's. En een aantal bomen wat lekker schaduw geeft. Maar het is echt wat dat betreft kleurrijk. Groen. Rustig. En heb ik hier het sanitair gebouw. Twee douches voor de dames en er zijn ook twee douches voor de heren. En hetzelfde geldt voor de toiletten. Kijk, ik ga lekker even weer in de schaduw staan. Het is vandaag 15 juli, 25 graden of zo. Sanitair gebouw is prima. Je hebt een wasmachine die je kan gebruiken. Elektra is goed. Het is heerlijk rustig hier. De minicamping heeft zo'n 15, 18 plekken ongeveer. En geen kinderfaciliteiten. Mooi klein groen stekkie, waar je het eigenlijk niet verwacht, maar echt een prima camping. Dat was hem weer. Ja, en tegen de tijd dat jullie dit gezien hebben, is de regen gestopt. Ja. En kunnen we toch even bij de Seine staan. Want die stroomt ook door Normandië. Nou, lekker. Prachtig, hè? Prachtig. Ah, je hebt al wel een mooi filmpje gedeeld op Instagram ook. Ja. Met een grote vrachtschip wat er langs kwam. Maar dat zien we volgende week. Ja, want volgende week zijn we er gewoon weer. En dan met de beelden van Normandië. D-Day, heel veel denk ik. Omaha Beach. Omaha Beach. Ja, we hebben wel heel veel gefilmd in Normandië al. Dus de vraag is of alles de volgende week alleen komt. Maar dan zijn we er over 2 weken gewoon weer. Maar mag je deze film leuk gevonden hebben, en dat vind je vast, geef een duimpje. Als je nog geen abonnee bent, word gratis abonnee en reis met ons mee. Want dat vinden we hartstikke leuk. En we hebben nu bijna 800 abonnees. Wow. Dus ik hoop dat we het gaan halen deze week. Leuk. Zal top zijn. En dan tot volgende week. Hè? Ja. Ja. Goed weekend. Want we gaan een blog